De kortgeding rechtszaak tegen columnist Nita Ramcharan, aangespannen door minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken, is gisteren in behandeling genomen en kreeg veel media-aandacht. De bewindsman heeft de columnist voor de rechter gedaagd omdat hij van mening is dat onjuiste, belastende en beledigende uitspraken zijn gedaan in de column Riyad verantwoordelijk uitlekken vertrouwelijke informatie. Ramcharan stelde tegenover journalisten dat de zaak tijdverlies is en dat partijen zomaar in de kosten worden gejaagd. Wat is hier aan de hand? Zeker omdat er niks stond in die column wat niet kan. Weet je, dus ik dacht van dit kan niet, dit is een beetje bluf. Maar uiteindelijk is het toch een zaak geworden en zoveel mensen zijn dan weer bij betrokken. Iedereen wordt erbij gehaald, het is niet nodig. En ik hoop niet dat de staat ervoor betaalt. Ramcharan geeft verder aan dat de rechter bij behandeling heeft gevraagd als de zaak uitgesteld moet worden. Dit is gebruik bij kortgedingzaken. Ik vind het jammer voor het land, want we zijn inderdaad uit een heel moeilijke periode gekomen. We hebben grote stappen vooruit gezet. Nu zie je weer stappen terug. En zeker wanneer je denkt dat een democratische regering aan de macht is, dat je niet verwacht dat zulke stappen worden ondernomen tegen journalisten. En dat vind ik jammer voor het land, want ik ga heel erg vinden als we weer gaan dalen op de index van persvrijheid. Ramcharan benadrukt dat een ieder het recht heeft om naar de magistraat te stappen. Maar er wel goed overwogen moet worden waarvoor.